Donderdag 27 november was er weer een bijeenkomst van Club Kaas. En voor de tweede keer was het onderwerp Media and Entertainment Now What. Als gastspreker was het dit keer Stefan Vellinger. Deze marketingconsultant wordt gezien als een van de meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media. En dat is voor sommige ondernemers toch een reden om een keertje te komen kijken. Ik ben blij verrast. Het was voor mij de eerste keer bij zo'n avond van Club Kaas. Ik dacht bij dit programma, ja, het gaat leuk worden. Dus ik ben daarom ook gekomen eigenlijk. Ik wilde Stefan Vellinger eigenlijk altijd wel zien. Want ik wist dat hij de dingen die hij gedaan had, en dat wilde ik eens een keer van hem horen. Want we zitten in een tijdperk waar er een enorme overvloed is. Om een idee te geven, de zaterdagbijlage van de Volkskrant staat inmiddels meer informatie dan de mensen in de middeleeuwen hun hele leven voor hun kiezen kregen. En nu krijgen we dat op de zaterdag, krijgen we dat in één dag als consument. Ja, consumeren we dat en vinden we dat ook doodnormaal. De digitale wereld is een enorme overvloed. Zo gauw het digitaal is, gaan we heel ingewikkeld doen. En ik wil mensen meegeven dat ze vooral hun gezond verstand moeten gebruiken. En moeten nadenken over wat is in die wereld van overvloed nou schaars. En wat kan ik daarin betekenen als onderneming? Hoe relevanter je in je boodschap kan zijn en hoe groter de kans dat je ook aandacht krijgt. Het is net als in een echte relatie. Als je niet weet wat de ander bezighoudt, is het een stuk moeilijker om met elkaar te communiceren als dat je wel weet wat de ander bezighoudt. En Google heeft dat spel door. Is eigenlijk onze nieuwe god aan het worden. Hè? Er zijn drie dingen schaars in mijn ogen. Dat is vertrouwen, aandacht en tijd. En ben je in staat op het gebied van vertrouwen, aandacht en tijd toegevoegde waarde te leveren voor een ander, dan heb je toekomst. Wat mij wel duidelijk was het gaat om de unieke content. De zaal was het erg eens, samen denk ik ook met de panelleden op heel veel onderdelen. Maar wat denk ik het belangrijkste was, het gaat uiteindelijk om de individu en wat die van de boodschap en de content vindt. Alle aanwezigen kregen de kans om ideeën uit te wisselen met het panel en andersom. Waardoor er soms tot nieuwe inzichten werd gekomen. De bedrijven die puur altijd op print zijn gericht, die gaan verschuiven ook naar online. Maar alleen online verschuift ook wel naar iets fysieks. Ik vond het vooral leuk om te horen wat mensen wilden vertellen over social media. Of nou niet eens social media, maar over media en wat hun mening daarover was. Dat vond ik heel interessant. En in internet en media, daar gaan de komende jaren heel veel veranderingen plaatsvinden. En dan vind ik het interessant te horen van hoe mensen daarover denken. En dan ben ik altijd van de richting van de beweging is interessant. Want daarmee kan je inschatten wanneer de echte veranderingen gaan gebeuren.